Welkom bij PepsiCo. Ik ben Jay, ik ben een operator bij PepsiCo. Mijn naam is Carina en ik ben productiemedewerker bij PepsiCo. Ik sta bij de smaakstof, ik sta bij de messen en ik sta in het lab. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn in de productie chips inpakken, tussendoor de chips testen, folie naar de machine brengen en de dozen in de rek leggen. Wat ik leuk vind aan mijn werk is, het is heel erg veelzijdig. Ik heb meerdere functies, waardoor ik op mijn teentjes blijf, word uitgedaagd op die manier en kan daardoor veel leren over de producten en het maken van chips. Producten zijn leuk om mee te werken, de sfeer is gezellig. Ik heb een aantal collega's waar ik dus ook mee sport in mijn vrije tijd en met mensen waar ik ook meer privé afspreek. Dus het is echt wel ruimte voor een beetje grap en een beetje grol en wat lol, maar natuurlijk ook heel veel voor serieus werk. Je hebt heel veel doorgroeikansen, je kan allerlei kanten op. Ik heb hier als kans, als iemand die geen diploma heeft gehaald, heb ik hier heel veel stappen mogen maken en die kan ik nog steeds maken. En dat is wat ik denk wat PepsiCo heel uniek maakt. Wij maken allerlei soorten chips, paprika gewoon, bolognese, allerlei soorten. Niet alleen chips, maar ook natuurlijk de snacks. Dat valt onder dus de bugles, de wokkels, de hamkaas. Op donderdag hebben we altijd een verrassing, mogen we chips mee naar huis nemen. En daar is heel de familie gelukkig mee. Het is een fijne werksfeer, ze doen veel leuke dingen. Laatst hadden we een barbecue en een tennistoernooi. Je moet wel doorwerken, want de chips die blijven doorgaan en die moet je in je dozen krijgen, anders vallen je zakken chips op de grond. Een belangrijke eigenschap om hier te werken, nou dat is zeker veilig werken. Het nemen van initiatief. Je hebt natuurlijk veel taken, je moet veel leren, dus daar moet je wel flexibel genoeg voor zijn om dat aan te pakken. Randstad helpt mij met mijn ontwikkeling op het moment dat ik vragen heb. Als ik door wil groeien, is er een mogelijkheid tot heftruck, want die wil Randstad voor je betalen op het moment dat daar plek voor is. En dat doen ze dan in bespreking met de teamleiders. Wat doe jij morgen?